Hoi en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Het is vandaag eerste kerstdag, dus vandaag gaan we een artikel maken of een product maken waar ik super enthousiast over was. Dus ben je benieuwd? Blijf dan zeker kijken. Goed, het is inderdaad eerste kerstdag en omdat ik morgen op tweede kerstdag een wat kortere video heb die ook niet iets, waarin ik niet iets ga maken, hint hint, heb, had ik zoiets van ik wil vandaag op eerste kerstdag wel iets hebben wat echt super gaaf is. Ik mocht zelf iets uitkiezen op de website van diamondpaintingwereld.nl. Bedankt daarvoor, dus deze video is ook weer in samenwerking met hen. Dus dit artikel staat ook in de beschrijving, inclusief linkje, prijs, alles erop en eraan. Maar we gaan dit gigantische notitieblok maken waarop staat wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ik ga hem even openmaken. En dat, ja, dat maakt even herrie, denk ik. De camera ook. Ik dacht, toen ik deze uitkoos, dacht ik dat dit een klein notitieblok was. Net zo eentje als die we al hadden. Maar niets is minder waar. Dit is gewoon een A4 blok met op de achterkant een kerstboom met Merry Christmas erop. Dit zijn gewoon lijntjes zoals je kan zien. En wat me gelijk opvalt is dat er rechtsboven kan je een memo nummer en een datum opschrijven. Dat is eigenlijk wel handig vind ik persoonlijk. En je kan ook de dag opschrijven. Dus je kan het ook een soort van, ja, dagboek is een groot woord. Maar gewoon een beetje, ja, gewoon als je echt zakelijk werk hebt of iets kan je dit makkelijk bij je houden. Waarom koos ik nou voor deze? Omdat hier ook Happy New Year op stond. En hierna is natuurlijk de kerstartikelen afgelopen. Dit is het laatste kerstartikel wat wij gaan maken in Diamond Painting december. Oké, nou wat zit er in dit pakket? Dat is natuurlijk dit gigantische boek. Dat zijn de steentjes. En dat is natuurlijk het welbekende bakje, pennetje, waxje. Er zit natuurlijk ook gewoon weer wat Ziploc zakjes bij. Maar zoals jullie weten gebruik ik gewoon mijn eigen Ziploc zakjes. We gaan eens kijken hoeveel kleurtjes dit zijn. Als ik hem open krijg. Dus ik weet waar het begin is. Ja. 1, 2, 5. Kom op. Hebbes. Dit zijn hier sowieso al 1, 2, 3, 4 Ziploc zakjes. Dan heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 andere zakjes. Wow, dat zijn er toch nog aardig wat. Maar zoals je ziet, er zit niet overal evenveel steentjes in. Het is heel divers. En hier bijvoorbeeld zitten ja, maar 2 steentjes in 1 zakje. Dus dat is ook niet zo heel veel bijzonders. Het zijn wel echt super mooie steentjes nu ik ze al een beetje bekijk. Er zitten hele leuke steentjes tussen, hele leuke kleurtjes, hele bijzondere vormpjes ook. Dus ik ga snel beginnen met sorteren. Ik ga jullie verplaatsen zodat jullie mee kunnen kijken. En dan beginnen we daarna aan het kladblok. Oké, alle steentjes zijn gesorteerd. Alles zit weer netjes in Ziploc zakjes, genummerd en wel. Er zitten zulke mooie steentjes tussen. ik wist niet dat het kon, dat er zulke mooie steentjes tussen zat. Maar goed, we gaan snel beginnen met het kladblok. Ik ga het hele folie er weer in één keer afhalen. Ik zeg het er altijd even bij, doe dat thuis niet. Zorg thuis dat je gewoon stukje voor stukje afknipt. Als je klaar bent met het stukje wat je gepaint hebt. Alleen het is voor mij gewoon makkelijker om kleur voor kleur te doen in plaats van stukje voor stukje. Vandaar dat ik het er even bij zeg. Ik haal het hele folie eraf, maar doe dit thuis alsjeblieft niet. Ik ga jullie even verplaatsen zodat jullie mee kunnen kijken. En dan gaan we snel beginnen met het kladblok. Like life is pulling my leg, the day's gone snailing by.
Is af. Zo is die er uiteindelijk uitgekomen. En zoals je misschien gezien had, had ik een beetje twee struggles. Ten eerste miste ik drie stenen. Eentje die hier hoort, eentje die hier hoort, eentje die daar hoort. Dat zijn drie grote stenen die eigenlijk meegeleverd zouden moeten worden. Maar in het zakje daarvan zaten drie wat kleinere steentjes. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar die passen dus totaal niet op die plek. Nou maak ik daar persoonlijk niet zo'n groot probleem van. Ik heb het gewoon op mijn eigen manier creatief opgelost. Dus er zitten nu wat andere steentjes. Maar mocht dit nou bij jou gebeuren, neem dan gewoon even contact op met Diamond Painting Wereld over dat je drie stenen mist. En dan zullen zij je daarover verder helpen. Ik weet persoonlijk niet wat daarmee gedaan wordt. Want ik heb nog nooit in het verleden iets gemist. En dit is het laatste artikel wat ik ga maken voor Diamond Painting december. Dus ik ga natuurlijk wel even contact met ze opnemen om het even aan te geven. Van joh, ik miste drie steentjes. Maar gebeurde dit dus inderdaad bij jou, doe dan gewoon even hetzelfde. E-mail ze eventjes via het contactformulier op de website. Ik ga jullie dadelijk de close-up beelden laten zien van deze, ik wou zeggen painting, maar van dit klapblok. En dan was dit alweer het laatste kerstgerelateerde artikel van Diamond Painting december. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken naar alles wat ik gemaakt heb in december. Diamond Painting december is natuurlijk nog niet afgelopen. We gaan gewoon gezellig door tot en met 31 december. Maar qua kerstartikelen zijn we er ondertussen wel geweest. Ik kan 2019 afstrepen als het jaar waarin ik de 1000 abonnees heb behaald. En daar wil ik jullie onwijs voor bedanken. Ik wil jullie dan ook nog een hele fijne kerstdag wensen. En morgen natuurlijk tweede kerstdag wensen. Zowel vandaag als morgen komen de video's iets eerder online. Zodat je die wel nog gewoon kan kijken voordat je aan het kerstdiner gaat met iedereen. Dus bij deze hele fijne feestdagen. Alvast een gelukkig nieuwjaar. Maar ik zie jullie nog een keer of 6, 7 voor het nieuwe jaar natuurlijk. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Doei doei!